In the summertime, when the weather is fine. Hallo, het is summer vibes vandaag en we gaan echt flashy kleuren gebruiken. Deze is de neon pitaya en ik zet twee laagjes. Super, super flashy. Telkens 30 seconden in de lamp uitharden tussendoor. We gaan echt heel flashy werken vandaag met die krakfolie van Cornelia. Die heeft ontelbaar vele krakfolies. Dat is echt iets zalig om mee te werken. Dat kost bekend niks. Dat was nummer 232, denk ik. Zo'n felle gele. En ik gebruik dat gewoon op de plaklaag, Sandolien. Want dat plakt gelijk zot echt. Dus de doffe kant plakken we tegen de plaklaag. En dat blijft... Dat gaat direct blijven plakken, je gaat dat zien. Plop. Wauw. En nog eens plop. En dat geeft ineens zo een speciaal effectje. Zo. Ja, ik vind dat echt cool, die folies. We gebruiken een beetje Snow White. Want ik wil zo nog... ik ben echt zo verkleurig en voor wild gegaan vandaag. Gewoon op mijn vinger, op mijn handschoen. En als je dat nu gewoon op je blote vinger doet, dan heb je zo nog een afdrukje van je vingerafdruk. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook wel heel cool. Tussendoor wat uitharden. En dan die eggshell heb ik gebruikt. We hebben dat al een paar keer gezien deze week. Dat zwart met fluo, dat eigenlijk een heel tof effectje geeft. De spidergel, die neongroen. Dat is ook een heel leuk product. Ja, en dat is ideaal voor... het thema Summer Vibes deze week. Want Natalia had gevraagd voor die neonkleuren te gebruiken in al onze designs. Ja, en dat heb ik natuurlijk... volledig voor gegaan. Ja, en die Sky Blues, of Sky's Blue. Ja, zoals ze biedt nog gezien op het flesje. Nog een extra accentje, tussendoor altijd uitharden. Ik pak de Nail Art Sand erbij, dat is die nieuwe van Cornelia. Dat zijn die, was het nu sand of was het sugar? Ja, ik weet het al niet meer. Als ik niet eens kijk. De Ultra Top Gloss aanbrengen op alles. Alles is ondertussen uitgehard. En dan gaan we dat er gewoon een beetje instrooien in die natte topshell. En dan zo voort uitharden. En dan heb je toch zo dat een blinkend effectje. Ja. Super gemakkelijk, super easy, super snel. De volgende tip doen we met de Neon Citron. Dat is ook al zo'n mooie fluo kleur. Het is eigenlijk een heel snel en makkelijk design vandaag. Het is echt heel tof. Ik ben wel fan van die neon kleurtjes. Ja, ik ook. Ja. Ik vind dat echt... Nog eens de folietjes, want we blijven wel in dezelfde stijl. Ik heb die lichtblauwe gepakt. Welke nummer? 205, ja. Ja, Sandolien, die zit hier bij mij, want die heeft haar eigen buiten gesloten. Dus ze moest wel langskomen. Ik moest mee het filmpje maken. Ja. En dat is juist op dezelfde manier, ook op die plaklaag. En wat is het verschil dan met een gewone folie en die folie? Die krakkelfolie, want eigenlijk noemt dat die krakkelfolie, die kunnen ook heel... Dan moet je dat papiertje krakkeleren en dan heb je direct van die speciale effectjes. Maar je kunt die dus ook... Die is niet echt geschikt voor een volledige nagel. Zo. Niet gelijk een gewone folie. Nee, dat is daar... Dat is ideaal voor deze accentjes te leggen. En dan nog een stickertje van die Moira. Ja, die gebruik ik ook heel veel. Eventjes droog maken. Hè, want een stickertje moet op een droog oppervlakte kunnen kleven. En ik heb Summer gekozen. Dat past perfect bij Summer Vibes. Ik probeer dat recht te kleven. Maar dat komt er altijd toch een beetje scheef op. Maar het zijn maar typicus die klagen niet. Hoe zeg je dat altijd? Wat dan? Hij zegt dat altijd in je filmpjes. Ik ben bestudeerd door die. Ja. 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 De spidergel, de roze fluo heb ik nu genomen. En dan gaan we ook nog wat lijntjes trekken, maar een beetje anders. Amai, zo fluo. Beetje strakker.
Ja, en die spidergels van Cornelia, die zijn echt top om mee te werken. Zo dat zien. Die breken ook niet, want veel spidergels die breken terwijl dat je ermee bezig bent, maar dan deze niet. Ja, perfect hè. Zo'n hoekje. Ja, top. Ja, ondertussen nog eens uitharden. En ik neem terug de eggshell erbij voor dat zwart accentje. Alhoewel dat er al een zwart stickertje was, maar ik vond dat toch nog leuk voor in dat hoekje nog een paar zwarte vlekjes erbij op te zetten. Dat is echt een superleuk effect. Dat schreeuwt zomer, hè. Past dat fluogeel en dat blauw past keigoed bij elkaar. Ja, en dat blauw is eigenlijk niet echt een... dat hoort niet bij die fluo-kleuren, maar ik vind dat wel... Ja. Allee, dat past er supergoed bij. Ja. Ja. En nu nog een groen accentje, weer met die bolletjes. En zo komen al die nageltjes een beetje te samen, hè. Rubber base, omdat we dat stickertje hebben gebruikt. Ja, ja, ja. Dus dat moet wel eventjes afgeseald worden. Een dun laagje is genoeg. 30 seconden in de lamp. Nail art sand, inderdaad sand. 114 denk ik. Ook van die nieuwe collectie. Weer een laagje van die ultra top gloss. Dat is altijd het beste om te gebruiken bij die fluo kleurtjes. Zodat die niet verkleuren. En dan zijn die nog feller in de zon. Dus eventjes ondersteboven om te egaliseren. En nog een beetje zo erop sprinkelen. Voilà. Er zijn genoeg kleurtjes om uit te kiezen in die collectie. Want dat is echt, ja, echt super mooi. Super mooie collectie. Precies om op te kijken. Ja, maar ik heb er wel zo'n bladje onder gelegd, zodat ik niet op mijn mooi roze bladje voor de filmpjes heb gemorst. Voilà, dat is al nummer 2. Je ziet, dat gaat al vooruit, hè. Ja. Amai. Voilà. Wow. Mooi, hè, samen. Ja. En toch samenhangend, omdat we altijd diezelfde kleurtjes weer gebruiken. En nu met de Sky Blues. Een volledig tipje, ook weer 2 laagjes. Telkens 30 seconden in de lamp. Nog een laagje. Schoon kleurtje ook. Ja, dat is een heel mooie kleur. Kunnen we goed combineren weer met deze. En nog eens onze crackfolie. Oh, ik heb die allemaal gekocht. Ik vind dat zalig. Oh, en dan dat ringetje, dat is altijd plezant. Wat hebben we nu gekozen? Ah, de witte. De witte. Amai, wit. Ja, ja. Dan gaan we dat nog eens in die kleeflaag deppen. Voilà. Dat is ook goed als je bijvoorbeeld een stempel wilt zetten en je hebt een witte ondergrond nodig. Ah, ja. Dan kun je dat gebruiken. We nemen de waterdecal erbij. De AG362. Ik heb het snel gelezen. Want ik had het idee van de zomer zelf te laten zien. Hè, als vrouwtje dan. Oh my. Dus we gaan dat eerst uitknippen. En kan ik ook nog eens waterdecalletjes gebruiken, want ik moet dat meer doen. En zeker die platte waterdecalletjes, ja, dat lukt me wel. In mijn waterdecalboxje, goed nat, goed onderdippen, dat goed kan weken. Ja, het is wel lekker zessig. Ah, nog eens. Een laagje rubber paste erover, zodat we... Dat waterdecalletje er goed in kleeft. Want uiteraard, die folie, dat is droog. Hè? Ah, ja. Nu, dat hoeft niet uitgehard te worden. En dan schuif ik er mijn waterdecalletje op. Leg dat goed zo een beetje opzij. Voilà. En dan hard ik dat eventjes uit in de lamp. En omdat dat met een witte ondergrond is gedeeltelijk, dan... ik kan eerst met de multibonder, sorry... De rimpeltjes een beetje wegwerken. Ja. En dan mag dat wel 30 seconden onder de lamp. En dan neem ik die Neon Yellow Spidergel erbij. Want omdat het zomer is en zon, ga ik dat vrouwke wat zonnestraaltjes uit haar hoofd laten schieten. Dus ik heb zo met die Spidergel zo'n lijntje gezet.
En dan vanuit dat lijntje, zo'n kroontje, een beetje met spidergel getrokken. Dat zijn dan de zonnestraaltjes. Allee, in mijn hoofd is dat een beetje de zomergodin of zoiets. Cool. Hè? Je mocht zelf kiezen. Ja, en dan mag is ook weer uitvallen. Aurora of zoiets. Ja, is dat geen goede naam voor zo'n zonnegodin? Ares. Dus nog eens de Neon Pitai erbij. Die hebben we bij ons eerste tipje gebruikt. En dan gaan we terug nog wat stipjes bijzetten, denk ik. En je ziet, zo kun je eigenlijk elk kleurtje met elkaar combineren. En met elkaar gebruiken. En, ja, allee, ik vind dat wel tof, deze. Een laagje rubberbase nog eens voor dat waterdekalkje extra goed vast te zetten. Ik vind dat wel tof, deze design. En ik gebruik die techniek met die krakkelax gebruik ik eigenlijk wel regelmatig nu. Vroeger deed ik dat gewoon met, zie je zoveel mooie kleuren dat er van zijn. Ja. Ja, en nu gaan we nu nog met een geel zand nog een beetje extra zonneschijn aanbrengen. Dus ik gebruik die witte krakkelak tegenwoordig vaak om dan op een kleur te zetten en daarbovenop nog eens een stempeltje. En dat stempeltje dan nog eens inkleuren met het een of het ander. En dat gaat allemaal super snel. En ja, het is ook wel, ja. De klanten vinden dat machtig. En ja, het is snel, hè. Dat is toch wel belangrijk in de nagelstudio. En voor mezelf ook, want voilà, een beetje zonnestraaltjes erbij zijn. En dan mag je dat onder de lamp. 60 seconden de topglos. Alles opruimen, proper maken, netjes. Dat zand zit in je topglos. Ja, dat dus je voelt dat ook. Je voelt dat een heel klein beetje, maar dat is niet storend. Hè? Nou, een beetje wachten, een beetje onnozel doen. Voilà. Wauw. Hier is het mijn zonnegodin. Zie je? Dat is toch heel schoon, ja. En dat zijn mijn typetjes. Super fleurig. Ja. Super fel. Ja. Ik vind dat leuk. En dat is mijn volledige setje. Dat is wel allemaal heel heftig. Nog een stempel erbij geflikt. Als jullie willen meedoen voor het certificaat, gebruik de hashtag SummerVibesCorneliaForYou. Maak 3 tipjes of 5 tipjes volgens het thema. En dag ons, hè. Veel succes. Tada!